Ik weet gewoon niet hoe ik deze video moet beginnen. Ik heb gewoon even geen idee wat het is. Ik heb al vaker met jullie gedeeld dat ons huis best wel een troep is. Dat het best wel een bende is. Dat het mij helaas niet heel erg goed lukt om het netjes te houden. Schoon lukt nog wel, maar netjes niet. Ik heb heel veel troep. Ik heb geen vaste plek voor dingen. Ik loop altijd achter de feiten aan. En gelukkig, velen van jullie herkennen zich daarin. En toen kwam ik in contact met een opruimcoach en toen dacht ik, ja, hier moet ik gewoon een video over maken. Dit moet ik gewoon doen. En ik was helemaal, dat ik dacht, ja man, dat is gewoon eerlijk en dat is gewoon hoe het echt is. En maar nu denk ik, oh mijn hemel, wat heftig, ik wil dit helemaal niet laten zien. Dus ik zit er een beetje tegen aan te hikken, maar ik denk dat het beste is als we gewoon maar gewoon gaan beginnen. Zeg maar, vanaf het begin tot het einde zit er nu in. Dus echt... kennis maken met de opruimcoach, vertellen hoe het bij ons is en echt een rondje door ons huis, dat je echt ziet wat voor troep het is. En hopelijk worden er een aantal vragen gesteld of beantwoord waar je wat aan hebt. Misschien, I don't know, we moeten maar gewoon gaan beginnen. Dus bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie een beetje lief zijn wel, want het is wel mijn video waar ik mezelf het meeste blootgeef, figuurlijk dan. Dus ik denk echt dat we gewoon moeten beginnen. Veel succes met kijken. En alvast heel erg bedankt voor het kijken. Als het goed is, is je er bijna. Ik ben zo zenuwachtig. Yeah. Ah! Oh jongens, we gaan beginnen. Let's begin. Ben je er klaar voor, meneer? Ja, zeker. Ja, okay. Vragenvuur. Staat dat aan? Ja. Of niet dat aan? Ja, hij staat al de hele tijd aan. Oh, dus we kunnen deze hele... Dit kan ik helemaal knippen. Nee, Zico die heeft zelf voorgesteld om erbij te zitten. En dat vond ik wel heel erg handig. En jij zei ook... Goh, wat fijn, want ja. Je woont hier toch samen. Ja. Maar Zico had zelf gezegd, ik wil meer helpen in het huishouden. Dat had hij vorig jaar al gezegd. En nu zei hij... Meer makkelijk. Dat vond hij dat het niet gelukt was. Maar nu heeft hij zelf gezegd, ik zit er ook bij. Dus niet denken, arme Zico, is hij erbij gesleurd. Ik ben blij dat je erbij bent. Ja. Want jullie wonen hier inderdaad samen. En jij kan heel anders denken over dingen dan dat jij erover denkt. En ja, ik ga jullie nu gewoon een beetje interviewen als een relatietherapeut. Ik had jou een berichtje gestuurd of jij dit wilde doen en jij zei ja, let's go. Ja. Wat dacht jij? Ik dacht het is wel goed om te doen. Ja. Ik dacht niet meteen ik ga erbij zitten, maar ik dacht wel het is wel goed. Ja. Dat iemand komt. Nou, om ons te helpen. Dat helpt. En hoeveel keer heb je daarna nog gedacht ik ga het afzeggen? Ik heb zelfs gisteravond, nee was het vannacht om 5 uur, toen zei ik... Oh, ik zit al een reden te bedenken om af te zeggen. Ja, ik heb 100 redenen bedacht om af te zeggen. Oh ja, dat, ja. Heb ik niet gedaan. Nee. Maar ik denk dat vaak en ik zal dat niet doen, zeg maar. Maar ja. Ja, heel goed. Het is ook best wel normaal dat je een beetje nerveus bent hiervoor. Want je huis is best wel privé, helemaal als we er echt diep in gaan. Wat ik me afvraag. Jij zei net al dat je het nu rommelig vindt. Jij zei dat je het nog niet zo rommelig vindt. Hoe is dat normaal gesproken? Vraag ik het even aan jou. Waar zit jouw rommelgrens en waar zit jouw rommelgrens? Ja, ik vind de woonkamer niet zo heel erg dat rommelig is. Ik weet niet, vind ik niet heel erg. Ik vind als de slaapkamer rommelig is, vind ik wel vervelender dan de woonkamer. Als ik in de woonkamer ben, dan kijk ik meestal voetbal. En dan, deze kant van de woonkamer let ik niet heel erg op, dus dat vind ik niet zo... Ik denk dat ik hier meer troep kan hebben dan er mee kan hebben. Maar jij kan dus ook daar zitten en geen last van hebben dat het hier rommelig is. Ja. Dat is een gave. Ja. Hou dat vast. Dat is bij jou anders. Ja, maar heel de joke is, ik heb het al veel meer gehad, zeg maar. Kijk, toen wij net, zeg maar, onze eerste date, dat hij voor het eerst bij mij thuis kwam toen, was mijn glas op en ik liep naar de keuken en ik zat mijn glas gewoon in de vaatwasser. En hij zei, joh, dat hoeft toch niet meteen? Een beetje rommel is gezellig. Zico kan over troep heen stappen en ik ben dat dus ook gaan doen. Maar dat is eigenlijk pas sinds mijn ongeluk geweest, want ik heb een ongeluk gehad. En ik ben op het moment ook nog afgekeurd en ik zit in therapie, zeg maar, voor heel veel dingen. Ik weet namelijk niet wat je wel weet. Ja, kan je zeggen. Hoor. Ja. Dus, en toen was opruimen, werd mij gewoon veel te veel. En ik werd daar ook heel erg verdrietig van en moe van. En ik zei, ik kan hier niet meer leven. En ik had geen zin meer om thuis te komen naar de troep. Maar ik kon het niet opruimen. Het lukte me gewoon. Fysiek niet, mentaal niet. En dan is het er gewoon ingeslopen. Ja. En je zal het zo meteen wel zien... Ik heb eigenlijk een kantoor, die gebruik ik gewoon niet, omdat er troep is. Ja. En dat is zo jammer, want het is ook zo'n mooi huis en dan ga ik er ook zo mee om. Maar dat is eigenlijk volgens mij helemaal niet wat je vroeg. Nou ja, wel, want jij bent van nature iemand die het beter kan hebben als er rommel om je heen is. Ja. Alleen jij bent nu in die situatie gekomen terwijl dat niet jouw natuurlijke situatie is. En dat kost heel veel energie.
En omdat jouw opruimgrens hoger zit dan die van jou, ga jij je vanaf hier ergeren en dan wordt het nog meer rommel. En dan denk jij hier een keer, goh, misschien moeten we er eens wat aan doen. En dan denk jij, ja, dat denk ik al 3 weken. Ja. Dat is heel vermoeiend voor jou. Ja. En dan helemaal als je niet de energie of de capaciteit hebt op dat moment om er iets aan te doen. Nou, en we hebben ook wel een schoonmaakster, moet ik zeggen. Maar zij ruimt natuurlijk niet op, zij maakt schoon. En op welke dag komt die? Is dat een vaste... Donderdag. Ja, ze komt op donderdag. 1 in de 2 weken. Ja. 1 in de 2 weken. Je merkt ook dat het bij mij... zo'n vast iets is dat ik dan op de woensdag, ja, dat je dan dingen loopt op te ruimen. En is dat dan van ook, oh, ga even lekker opruimen, de schoonmaakster komt, of is het... Ja, dat is het. Ja. Oh, ik wou echt zeggen, dat is het eerste hoor. Oh ja, is goed dat jij erbij bent. Ja. Shit. Zo kom morgen. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ja. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik denk, alle, oh, ze komt morgen. Maar dan heb je dan schoon huis, dat is ook lekker. Ja, dat is wel schoon, niet opgeruimd. Vaak. Ja. Toch? Ja, dus... Kijk, nu wat ik al tegen zei, ik moet wel stofzuigen hoor. Dat is nu echt het moment dat ik zou gaan stoppen. Ik heb het heel niet op, dus het scheelt. Mij het helemaal. Maar het is zeg maar wel de tijd dat ik nu zou stofzuigen. Ja. En heel de grap is dat ik gisteren zei dat we opeens dachten, shit, we gingen uit eten. Ja. Ik had anders de keuken al schoongemaakt. Ja. Dus nu is dat niet echt opgeruimd. Maar verder vind ik het in ons huis wel altijd schoon inderdaad. Ja. Niet opgeruimd, maar het is wel schoon. Ja, maar dat is heel fijn, want... sommige huizen is en niet opgeruimd en niet schoon. En als mensen gaan opruimen, gaan ze schoonmaken en dan gaan het door elkaar doen. Ja. Maar bij jullie is... dat deel in ieder geval is best wel goed onder controle. Zijn er nog dingen in dit huis waarvan je denkt, oh ja, dat zou ik graag willen om hier fijner te kunnen wonen? Ja, je kantoor gebruiken, zeg jij. Ja, gewoon wel inderdaad dat ik wat minder rommel inderdaad heb. Oh, en we hebben een bijkeuken. Mm-hmm. En dat is nu gewoon, daar zet ik gewoon dingen inderdaad neer. Dus ik zou het heel fijn vinden als ik in de bijkeuken echt, want er staat al een stellingkast. Yeah. Als ik daar echt bijvoorbeeld... van die super satisfying kasten, weet je wel, van die bakken die daar precies in passen. Ja. Dat ik met een labelmachine, ik heb geen labelmachine, zou ik gaan labelen wat er is. En dat ik weet waar shit staat gewoon. Ja. Zo, ik ben echt... in plaats van dun plek. Ja, dat ik gewoon echt inderdaad even een bijkeuken weer heb. Maar eigenlijk ben ik hier niet blij. Oh, sorry. Sorry, ja, dat vindt zij heel erg lekker. Ja, dat wel. Ik doe er wel bij mee, maar zometeen heeft ze een... Je gaat haaltjes maken in je kleding. Ja, ik hou er wel even bij. Je had het toch net weggedaan? Ja. Waarheen dan? Ja, de bank. Oh, ik dacht uit deze kamer. Nee hoor. Maar de deuren doet ze ook open. Dus we gaan dit huis gewoon behandelen alsof je hier voor de rest van je leven blijft wonen. En het kan altijd veranderen, maar dat zie je dan wel weer. We gaan vandaag ongeveer 4 uur aan de slag. Ik heb een bepaalde methode voor opruimen. Dat is een beetje Marie Kondo, een beetje Saskia. En dat is omdat ik merk dat we als kind eigenlijk helemaal niet leren hoe je op moet ruimen. Dus we krijgen veterdiploma's en zwemdiploma's, maar met opruimen, het eerste wat ik me van opruimen herinner is, ruim je kamer op. Ja. Ja. ik ga ook een beetje heel schools een bepaald stappenplan met jullie door. Top. En dan kan je daarna bepalen of je het zelf wat vindt of niet, maar dan zie je een keer hoe het ook kan. En deze methode voorkomt dat je hele huis overhoop ligt en dat je s'avonds denkt, ja, kut, ik moet nu mijn bed in, dat kan niet. Het is nog steeds een bende, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dus dat gaan we doen. En we kunnen dat straks het beste doen door te beginnen met een heel overzichtelijke categorie. Bijvoorbeeld de vazen of de boeken of weet ik het wat, om maar even een beetje in te komen. Ik zou straks heel graag willen beginnen met een rondje door het huis om even te kijken wat de situatie is. Ja. Ik trek niks open, dus alles waarvan je denkt dat is, weet ik veel, een ruime drugskast of ja, die hebben een sekswinkel. Ja, ik kijk nergens in. En als je toch iets open wil trekken, vraag ik het eerst eventjes. Dus dan weet je dat. Is dat goed? Ja, dus niet het huis door. Ja. Wil je nog een kop koffie? Nee, doen we daarna. We gaan tijd trekken. Ga je nog opruimen? Ja. Dit is dus waar je ook gewoon binnenkomt bij ons. Ja. Waar ik ook helemaal van overprikkeld raak. Ja. Maar in de zomer is dit niet zo bulky. Ja, dan zitten die winterjassen op zolder. Ja. En is het gewoon een heel stuk lekkerder. Ja. Wel blijft dit, is waar mijn tassen in zitten. Ja. En ja... Zico zet zijn schoenen nooit in de in het dingetje. Maar dat ding is ook vol. Dat ding is helemaal vol. Dus dat is helemaal waar. Nee, zeker niet. Ja. En alle schoenen die erin staan, er is geen 1 paar van mij. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat is dus ook iets. Ik heb te veel spullen. Mm-hmm. En arme Zico. hier staan jouw schoenen. Daar. Ja, dat klopt. Tassen. Ik heb dus best wel vaak dat ik dan daar video's over maak, wat je ook al zei, dat ik dan spullen ga uitzoeken. Ja. Maar ik hou zoveel tassen over. Ik hou er gewoon van. Ja. Ik vind het gewoon lekker. Ja. Dus, dat is ook niet erg. Iedereen heeft zijn hobby's, zeg maar. Dat is dus hier. En de tv-meubel
zit eigenlijk aan die kant zit gewoon de PlayStation en de tv-ontvanger. Daar zit eigenlijk niks, maar dat doe ik soms. Het is wel netjes weggewerkt met kabels en zo, toch? Ja, alleen. Ziet er wel rustig uit. Nou, dat is heel leuk dat je dat zegt. Mijn vader was hier laatst afgelopen week. Ja. Die heeft net zo deze kabel, die hing hier. Oh nee, dat scheelt wel. Nee. Ja, toen zei hij, dit stoort mij. Ja. En hij doet gewoon zo. Ja. En toen dacht ik, met jezelf ook kut. Ja. Ja, dit is heel mooi. Maar zoveel rustiger dan inderdaad. Ja, en ons wasrek past eigenlijk in de bijkeuken. Maar die doen we daar ook normaal gesproken. Maar omdat het wat kouder is, het wordt er niet droog. Dus normaal staat dit ook niet in de woonkamer. Dat vind ik wel fijn. Ja. Echt wel kleding in, maar ja, daar gaan dan opeens pennen gaan naar in. Ja. En, maar dit is ook fijn dat dit werkt goed. Ja. Fijn ding. Zelf gemaakt. Van mijn vader. Dat is echt cool. Ja. En hier zit ook weer troep. Gewoon weer random dingen. Ja. Wat is dat? Dit is voor mijn moeder heb ik gekocht. Daar staat. Een verhuisnummer of zo. Ja, maar dan zegt het een B&B open in Spanje. Oh, die ja. kan dus net als met die bril op de plank van dingen die nog weg moeten. Ja, ja precies. Ja. Nou, ja, en hier zit ook een spel. Ja, spelletjes hadden we eerst hier. Die staan nu ook op zolder volgens mij. Dus ik weet niet eens waar onze spelletjes staan. Maar dat is omdat je geen vaste plek hebt. Volgens mij zag ik daar ook nog een spelletje liggen. Ja, dus ja. Daar kunnen we ook nog een plek voor. Precies, ja. Ik mag jouw spel even opzij zetten. Nou, hierin. Nee, ik dacht toen eerst deze. Dit is mijn nageldingetje. Zit alles op aan, want ik doe mijn nagels zelf. Ja. Ik zou wel een heel stuk beter kunnen ordenen. Ja, maar het gaat erom dat het bij elkaar ligt. Ja. Omdat je weet, alles ligt hier. En waarschijnlijk als je nu ergens een nagellakje vindt, dan weet je ook dat het daar in. Dat is wat we eigenlijk overal willen. En hier zit dus nog een oude lamp. Oh, maar dit is ook nog ruimte, joh. Ja, daarom. En daar liggen je spuiten. Ja, die heel lelijk zijn geworden. Die wou ik voor Zico's bedrijf, maar dit is heel lelijk geworden. Toen wist ik niet meer wat ik ermee moest. En dan wil ik het weg hebben uit het zicht. Ja. Deze kast heeft wel kansen, hoor. Ja, dat vind ik dus ook super jammer dat ik het zo. En dan, dit is dan al helemaal door. Ja. Ja, ik snap het wel. Want ja. Maar bijvoorbeeld, volgens mij, dit blik is leeg, maar dat vind ik wel een leuk blik. Maar ja, ik zie het niet. Ja. Hier zitten ook heus wel kopjes en theedingetjes in die weg kunnen. Nou, hier zit dus iets leegs in. En ja, dit zou ik dus ook wel een keer moeten aanpakken. Nou, dit, wil je alle laadjes eigenlijk zien? Ja, gewoon even een beetje snel. Bestekla, die ook best wel vind ik ook vies. Potten en pannen. Ovenschaaltjes en... Ja, dit is dus ook mijn nachtmerrie. Als ik iets terugzet in de kast, gaat deze hieronder, want daar past die. Ja. Maar Zico denkt, bovenop. Die gaat hier. Zo, dit is groot. Heel groot, want we hebben nog eentje erin. Zo. Maar omdat het dus ook groot is en het is ook vrij diep, doe je er alles. En dit is eigenlijk etenvoorraad. Maar soms denk ik, ja, maar ik weet zeker dat ik iets heb. Ja. En dan is het overdatum. Ja, dit is echt zo'n aanduwkast. Ja. Oh ja. Ja, dus hier heb ik al mijn schoonmaakspullen. Ja. Nou, Saskia is even naar het toilet. En hier hebben we net ook een beetje een toertje gedaan. Of even te laten zien. Dit is dus onze bijkeuken. Waar echt mijn hoofd helemaal van overstroomt. En daarna zijn we ook gewoon even naar de schuur gegaan. Maar wat er in de schuur gewoon letterlijk is dat er alleen maar karton is. Dat is ook een drama. En ik denk dat er heel veel van wat hier staat gewoon in de schuur zou moeten. Dus dat het eigenlijk gewoon een beetje verplaatsen al heel veel helpt en een heel veel dingen naar de grofvuil. Nu gaan we naar boven. Wat we hebben zijn veel opbergdingetjes. En dat in zo'n jaren 30 woning is, heb je veel kastjes en dingetjes. Dus dat vind ik heerlijk. Ja. En hier zitten dan zeg maar sjaaltjes en gewoon wat accessoiretjes. Van jou allemaal of ook van jou? Dit is allemaal van Zico, dit is allemaal van mij. Oh ja. Ja. Onze handdoeken. Ja. En dit is vanaf hier tot onder is sport en werkkleding voor Zico. Ja. Wat fijn dat je hier ook nog een wc hebt. Ja, heel chill. Ja, vind ik ook heel fijn. Ja. Ja. Kijk, we hebben het nu over deze loze ruimte eigenlijk naast het toilet. En nu, misschien vakjes hier, dat hier gewoon kastjes komen. Dat is top. Ja, echt wel heel leuk. Ja, maar ik heb er nog nooit over nagedacht van kastjes maken. Misschien vinden wij het gewoon niet groter, omdat het heel vaak gewoon troep is. Ja. Dat zijn dus de kledingkasten. Ik zal ze even komen open doen. Want ze zijn, of Zico komt het even doen. Ja, Zico. Daar ga ik mijn handen niet aan vullen. Nee, het zijn hele zware kasten. Oh ja. Daar zit dus het hanggedeelte daarboven inderdaad. Ja. En sinds we op vakantie zijn geweest, hebben we natuurlijk een heel groot deel leeggehaald voor mensen. Zit er nog een heel groot deel in dozen. Ja. En dan heb ik er eigenlijk gewoon nog niet helemaal uitgehaald. En daar beneden zie je een doos zitten bijvoorbeeld. Hier zie ik ook wel kansen. Oké, fijn. Ik trouwens ook hoor, ik weet precies wat je bedoelt. Een meubeltje en daarin zitten zeg maar onze, hoe heet dit? Dekbed overtrekken. Best netjes.
Ja. Nou, dankjewel, want daar bemoeit Chico zich niet mee. Dus dat doe ik allemaal. En wel alles bij elkaar? Of zijn er nog andere plekken waar dit ook ligt? Nee, dit is alles op bij elkaar. Ja. Oh, mooi, ja. Ze veel meer blend ja. Er in. Ja. Maar dus dit is dus mijn kantoor. Het ging over de stofcontacten, dat ik die dus door het hele huis nog niet heb geverfd. Behalve hier. En hier zit ik het minst. Dit is zo'n hoekje waar ik toch niet sta, ik toch niet loop, ja. Ik doe er niks. Dus dan is het op gaan bouwen. Ja, het is van alles door elkaar ook. Van alles door elkaar. Kan niet verder. Nee. Dat is wat het is. Okay. Nee, ja, en dat is heel jammer, want het gaat wel helemaal zo ver door. Ja, maar hij zit ook weer niet heel vol. Als in... Vind je het niet vol? Nee, er ligt wel veel in, maar het is niet volgestouwd. Dus als je hier iets anders zou doen met organisatie, dan kan je hier best veel mee. Deze zit wel volgestouwd. Oké. Okay. Ja, deze zit wel volgestouwd. Ja. Filmlampen, daar heb ik er dan 2 van. Ja. En daarbij behoren het statief. En dit is gewoon mijn kantoor. Dus ik vind het wel heel fijn. Het past hier ook precies in. Ja. Ook mijn statieven, die passen hier gewoon helemaal in. Ik ben er dus ook niet boos omdat het zo vol is. Ja, want het is wel 1 categorie. Ja, maar het kan wel netter. Want ik zie hier ook pennen. Extension van de badkamer. Die gaat hier verder. En dan is de badkamer hier. Ja. Nou, brand los. Chico. Ja, het licht is aan de buitenkant. Zal ik het even naar het is zoveel ruimte. Nou, welkom in onze gigantische badkamer. Dan. Dus de handdoeken liggen daar en de badkamerspullen liggen daar. Nou, het is best wel slim hoe dat is opgelost. De handdoeken die gebruik zijn hier. Ja. Maar wel ruime douche. Dat is op zich wel lekker. Ja, de douche is echt chill. Ja, wat goed. Oh, ook nog een regendouche. Wat goed. Ja. Ja. Nou ja, hier hoef je in ieder geval niet lang schoon te maken. Nee. En dan hebben we nog... Chico's kantoor. Jouw kantoor. Oké, welkom. Ga naar binnen. Hoeveel uur per week ben je hier? 0. Met hoeveel minuten per week ben je hier? 10 denk ik, om gauw mijn spullen te pakken. Nou, dat zit hierin. Dat ziet er nog best redelijk netjes uit. Oh, dit is jouw kleding nog? Ja, dit is mijn kleding. Hier ligt niks van jou in deze kamer? Nee, niks. Vouw ik allemaal op. Ik wilde net vragen, wie legt het hier neer? Dat doe jij. Nee, ik ben ermee opgehouden om het in zijn kast te leggen, heel eerlijk gezegd. Ja. Wat is er? Belachelijk dat ik mee opgehouden ben. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Nee, ik leg het op het bureau. Ja. En ik heb dus vanmorgen tegen hem gezegd, leg je het alsjeblieft even in de kast. En dat heeft hij zeker ook wel gewoon gedaan. Ja. Plant heeft het zwaar. Ja. Administratie. Ja, en je moet dat dus een paar jaar moet je dat 7. Houden. Ja. Ja, en laatst hadden mijn opa en oma een hele mooie archiefkast. Mm-hmm. Ze zeiden ze, wil je hem hebben? En ik zei tegen ze, neem alsjeblieft die archiefkast, want dan kan dit in een archiefkast. Mm-hmm. Toen dacht ik, Maar het is zijn kamer, het is zijn kantoor. Moet je het 7 jaar bewaren, maar je hoeft het niet 7 jaar in een plastic tas in een hoek te zetten. Dat, dat staat er niet bij. Dus nee. Er zijn nog wel mogelijkheden. Ja, dat kan zo ergens heen. Je bent. Maar ja, hier was het eigenlijk gewoon opgeruimd, want dan moest ik hier altijd zijn. Ja, het werkt er gewoon neer. Ja, omdat ik hier nou niet hoef te zijn, dan houd ik eigenlijk ook niet echt bij... Ja, maar je bent hier ook helemaal niet raar. Nee. Ik moet weer plassen. Nou, dit is onze bergzolder. Letterlijk. Gooien we gewoon spullen neer. Je kan hier, daar kan je namelijk een beetje staan, maar het is echt een bergzolder. Ja. Hier liggen dus winterjassen nog, er ligt een matras, er liggen onze koffers. Kledingrek ook dus. Ja, met zomerjassen zijn dat nu. Ja. Dus daar gaan dus in de winter de winterjassen. Ja. Heb je hier schimmel en dat soort zaken? Of? Nee. Oh, nee, gelukkig niet. Nee. En dus de parasol ligt hier, we hebben dus maar een oude ventilator, maar we hebben nu zo'n Dyson, dus die ventilator gaan we waarschijnlijk helemaal niet meer aanraken. Ja. Dus op zich kan die weg. Het zijn zomerkledingstukken, we hebben kerst. Spulletjes. Ik heb Jan van Haasteren puzzels. Ik heb er heel koud van puzzelen. Ik zal jullie ook een kleine overview geven. Jullie hebben hem als goed zo heel vaak gezien. Maar het is echt een bende inderdaad. Ja. Maar voor mijn gevoel is het een beetje een georganiseerde bende wil ik niet zeggen. Maar ik weet gewoon wat ik heb. Ik kom hier wel eens qua laatst met kerstspullen weer neerzetten. We hebben laatst in de IKEA deze dozen hebben, zijn dus net nieuw. Mm-hmm. We hebben dus allemaal geordend, dus dat weet ik ook weer. En ik heb laatst al mijn jassen uitgezocht. Heb ik op TikTok zeg maar gewoon 6 delen met al mijn jassen. Dus ik weet ook, ik weet gewoon wel een beetje wat ik heb. Maar er kan hier inderdaad wel het een en ander beter. Dat je deze zolder hebt is aan de ene kant heel erg luxe en aan de andere kant heel vervelend. Ja. Want als je hem niet had, was je net er met die spullen omgegaan. Misschien wel. Maar je moet een beetje de balans tussen vinden. Ja. Gewoon van genieten dat je hem hebt, maar wel binnen de perken, zeg maar. Ja. Oh, nice. Ja, toch? Nou, dan heb je heel het huis gezien. Alles. Ja. Ik heb van iedere categorie subcategorieën gemaakt. Dus als het gaat om kleding, is dat veel te groot. Maar als we zeggen, we gaan vandaag alle broeken uitzoeken, dan wordt het alweer veel minder. Maar dat vind ik dus heel lastig, want jij zegt net per categorie en ik denk meteen, oh nee. Ik had helemaal voor ogen dat we
per ruimte zouden doen. Mm-hmm. Dus dat ik bijvoorbeeld, stel ik had nu tegen jou gezegd, laten we de bijkeuken even fixen of zo. Ja. Zeg maar wat, hè? Ja. Dat ik dan denk, oh, na vandaag is de bijkeuken netjes. Ja. Maar er komen natuurlijk, want nu denk ik meteen, oh ja, want er komen zoveel spullen. Oh, er komt een pakketje. Ja, je zei dat je dan denkt, oh, dan is de bijkeuken straks helemaal netjes als we klaar zijn. Ja, maar dan komt er nu natuurlijk, er liggen zoveel spullen in de bijkeuken die niet een plek krijgen waarschijnlijk in de bijkeuken, ja, maar wel in een scheur en dit, dan, ja, verplaats je het weer wat je net zegt. Ja. Dus heb jij iets waarvan je denkt, oh, dat zou ik echt fijn vinden als dat een keer gebeurd is? Ik ga kleding zeggen. Kleed. Oh, wat dan? Ik wilde de pannen. Pannen en die pannen. Dus koken en bakken. Koken en bakken. We hebben net heel eventjes besproken van wat we gingen doen per categorie. Je hebt het als goed net wel gehoord. En we gaan voor deze elektronische keukenapparatuur. Die grote kast in onze keuken. We hebben heel veel elektrische keukenapparatuur waar we heel weinig van gebruiken. We gaan het er allemaal uithalen, in de woonkamer zetten, ja of nee bij zeggen. En dan komen we alweer een heel stuk verder en dan gaan we waarschijnlijk naar een volgende categorie. Het gaat dus over deze kast. Nou, hier zie je natuurlijk allemaal apparatuur staan. Dat gaan we er nu uithalen. Dit is dus de before van deze kast. En het gaat eigenlijk vanaf hier. Oké, okay, lief, let's go. Maar deze is eigenlijk ook, deze gebruiken we zo vaak, maar is zo vies. Misschien moeten we deze vervangen. Nou, we kijken dat zo wel. Ik ging nu alweer te ver. Nee, we moeten ze nu eruit halen. Ja, ik heb het op het moment heel veel niet naar mijn zin, omdat we zeg maar al onze elektra erbij hebben gepakt. En als je dit nu ziet, is het meer dan je dacht of minder of komt het overeen? Meer dan ik dacht. En voor jou, Zico? Nee, ook wel meer. Ja, dus door het nu zo bij elkaar te zetten, ja, geeft het aan de ene kant stress van, oh, het is heel veel, maar het geeft ook ergens rust van, dit is alles. Ja. Je weet dat je nu alles hebt. En als we hier nu mee aan de slag gaan, heb je dus alle elektrische apparaten gehad. Dus kunnen we hem afvinken? Uiteindelijk geeft dat, ja, kun je hem letterlijk afvinken. Dus okay, uiteindelijk geeft dat rust. Wil jullie het zien? Dit is onze elektra qua eten. Hoe heet dat ook weer? Elektronische keuken. Keukenapparatuur, ja. Ja, okay. Maar je kan ook zeggen, ik ga eerst zitten en eten. Of zeg je nou, ik zie nu op. Nee, ik wil liever niet eten als dit naast me staat. Okay. Nee, want we gaan zo lunchpauze doen. Nee, oké, okay, laten we hier gewoon even doorheen gaan. Ja. Dit is gewoon wat er nu op de nee is. En we gaan er nog wel een keertje doorheen lopen. Maar als ik er nu al naar kijk en wat ik voel, zeg maar, denk ik, nee, hier gaat. Ik heb niks waarvan ik denk, oh, jammer of zo. En dit is dus wat we tot nu toe hebben wat er blijft. En mocht je denken, dat is een pot met koffiebonen. Dat representeert Zico's een koffiezetapparaat. Rijstkoker, slowcooker, waterkoker, soepmaker, keukenmachine, blender en een grill. En dat is wat we houden. En we vervangen. Dit is een active fryer en een air fryer. Die vinden we zelf niet fijn. Deze is eigenlijk gewoon op. En dan gaan we een nieuwe airfryer die gewoon goed is, kopen. Inmiddels hebben we drank ook gedaan, want dat zat in diezelfde kast. En nu zitten we met onze kookboeken. En Nigel van der Horst, deze hebben we gekregen, maar deze gaat dus weg. Deze, ja, het zijn waarschijnlijk ook hele mooie boeken. Maar voor iemand die nooit kookt uit kookboeken, dat ben ik namelijk. Ja. Dat, ja, is dan niet nodig. Deze vind ik dan wel weer leuk. Nou, deze heb ik van Zico ooit gekregen. En dit is echt zo'n oud boek. En dit is ook jeugdsentiment. Okay. Nou, dat ging snel. Ging snel. Ja, super. Onder andere, deze lade is leeg. En dit zijn al onze potten en pannen en deksels. En nu gaan we hier ook weer. We hebben ze dus in van die rijtjes gezet. En dan gaan we er even langs. En dit gaat er weg. En dit houden we. En deze la gaat weer dicht. En hij is natuurlijk ook weer schoongemaakt. Deze doen we maar even. Ja, doen we even dicht. Okay, ik mag nu het allerleukste doen van dit werk, namelijk het afvinken. Ik ben blij dat je die wou doen, Ziek. Goed, hè? De pannen. Is ook onze beste categorie tot nu toe. Koken en bakken. Ja, ze schoolen daar het meest. Ja, zou ik van tevoren niet zeggen. Kijk jongens, we hebben nu hierboven deze pannen staan. En daar stonden er eigenlijk al twee. En deze pannen stonden weer in de Louvre-kast waar Zico nu aan het schoonmaken is. En natuurlijk hier. Dus we hadden gewoon weer drie plekken voor pannen en potten. En nu twee. En twee logische plekken ook. Dus dat is top. Volgende twee categorieën. We hebben er even twee gedaan omdat er veel bij elkaar zat. Iedere keer stel je natuurlijk de vraag. Wat zeg je nou? Valt het mee? Meer dan je verwacht, minder dan je had verwacht. Zico, meer of minder dan je had verwacht? Meer. Voor mij ook meer. Dus het gaat hier even wat uit. Wat zijn je favorieten? Pak die er eerst eens uit.
En dat jouw vader... Oké, dan is dat duidelijk. Die ja, maar die zijn ook gewoon netjes. Ja. Die kunnen zo lekker erop. Dit scheelt. Ja. Oh, we hebben er nog geen. Wacht. Het idee is natuurlijk dat je dan nu alle spatels en tangen en zo pakt. En deze past niet in de la. Dus vandaar... Maar die zit nog... Ook favoriet. Ja, die zit nog hieronder. Oh, zo. Van de origine. Is dat een set? Ja. Even een updateje van wat er weggaat. Nu gaan we verder. Raps. Om koekjes en kaasmeet en rapsen. Oh, lekker. En deze ook. Oei. Dit is zo confronterend. Want net was het... Ja, heb je nog van die kleine maatbeker dingetjes? Nee, die hebben we niet. Ja? Hebben we al jullie messen gehad? Hebben we alles gehad? Ja, we hebben alles gehad. Een gloednieuw mes. Hebben we alle keukenapparatuur dingen? Ja. Ik heb blijkbaar dit. Ja, dit heb ik van mijn oma dan gekregen. En letterlijk... Deze. Nou ja, hè? Ik heb te veel spullen. Ik zei het al, maar er gaat al heel veel weg. Inmiddels, theedoek en handdoeken, heel veel zijn er weggegaan. Heel veel bestek gaat weg en dit gaat weer allemaal erin. Vorken, lepel. Jee. En mocht je denken, want nu doe je goud en zilver. Ja, dat is nu eenmaal gewoon wat we hebben. En het is gewoon wel handig om op zich voor veel... Kijk. Voor eters of zo te hebben. En ja, mis staat helemaal... Ja, niet echt. Zit in die la, boeien. Ja, die zit hier zo schuin. Ja, en hier heeft eigenlijk zat niks. Maar ik zat net te denken... Moet die niet hier? Past zo lekker. Ja. Nou. Leuk. En die maat dingetjes? Ja, dat zou ik ook niet zeggen. Dat lijkt ook wel logisch. Ja. Nou, wat goed. Lekker gewerkt. Nou, naast... afval, want we hebben natuurlijk ook afval, is dit, zeg maar, wat er weggaat vandaag. Ja, dit hebben we dus in 3,5 uur gedaan. En we hebben dus zo'n hele chille lijst. Daarvan is bijvoorbeeld koken en bakken. Hebben we helemaal af kunnen strepen. Eten en opbergen hebben we er heel veel. Servies en bestek. Hebben we nog een andere categorie gedaan? Oh ja, linnengoed en boeken, want we hebben kookboeken gedaan. En dat was het tot nu toe. Dus eigenlijk, omdat die lijst natuurlijk nog zo groot is, kijk ik nu naar de lijst en dan denk ik, oh my god. Maar eigenlijk hebben we dus heel veel gedaan. En ik heb helemaal niet het gevoel dat we bijvoorbeeld de hele keuken eruit hebben gehad. En helemaal drama hebben gehad. Nee. En het is, ja, het is lekker. Dit was echt heel goed. Het is de volgende dag. En Zico en ik zijn door aan het gaan. We hebben samen onze mokken al gedaan. En uit deze twee lades, of planken, heb ik nu koffie- en thee-accessoires gepakt. Want dat staat ook op het lijstje. En dat staat allemaal hier. En zo gaan we gewoon verder totdat we heel wat minder troep hebben, weten waar alles staat, et cetera, et cetera. Deze video is echt voor mij zo'n bevalling. Ik vind het zo spannend. Ik heb ook wel al een stuk geëdit. Ik heb 100 keer gedacht, ik ga dit verwijderen. Ik ga het niet uploaden. Ik ga alleen uploaden dat we aan het opruimen zijn. En niet mezelf helemaal zo blootgeven. Maar oh, ik ben toch trots. Ik hoop dat jullie dat aan hebben. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie het informatief vonden. En we hebben, zoals jullie zagen, heel wat stukken nog te gaan van de lijst. Zoals dit soort rijtjes. Dus ik kan een part 2 maken met lekker alleen satisfying het opruimgedeelte. Laat maar weten en dan ga ik het vanaf nu vastleggen. En dan, ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je tot hier zijn gekomen. En echt jongens, Saskia, je kan haar inhuren. Ze is geweldig. Dus... Saskia bedankt, want Saskia is in mijn DM geslijt. Als jullie allemaal eventjes Saskia bedankt in de comments willen achterlaten als je tot hier bent gekomen, dan wauw. Want ik denk echt dat dit mij ook weer zo gaat helpen. Het is ook weer gewoon een stuk therapie. Echt heel blij. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doei doei!